45 gedetineerden in de centrale penitentiaire inrichting Santo Boma zijn besmet met het COVID-19-virus. Wendel Pinas, hoofd voorlichting van het Korps Penitentiaire Ambtenaren, zegt dat hoewel er sprake is van een grote uitbraak, de situatie onder controle is. De besmette personen zijn geïsoleerd van de overige gedetineerden. Ook zij die in contact zijn gekomen met de besmette arrestanten zijn afgezonderd. De gestechtsarts die heeft ook aangegeven dat twee mensen dus genezen verklaard zijn. En dat van belang is dat de mensen die positief zijn getest, het van belang is dat ze meer fruit kunnen gebruiken. En zorgde natuurlijk ook voor, samen met de mensen van BOG, dat de zaken daar in goede banen worden geleid, ook nog worden gecoördineerd. Met betrekking tot ernstige klachten, daar is dat wel iets voor. Dus de mensen van gaan over dus de medische kant. Maar tot zover kan ik wel aangeven dat vanuit de gestichtsarts geen meldingen zijn van dus mensen die ernstige klachten hebben. Als dat het geval is, dan is het zo dat deze mensen dan sowieso worden afgevoerd voor dus opname in derde ziekenhuizen. In de diverse strafinrichtingen is er eerder een vaccinatieprogramma uitgevoerd. Arrestanten mochten zich hiervoor vrijwillig opgeven. Pina zegt dat er weer een vaccinatieprogramma zal komen voor de gevangenissen. Met betrekking tot het vaccinatieprogramma, ik denk dus dat er nog een vervolg zal komen, maar de mensen die daarmee belast worden, hebben natuurlijk de ronde gemaakt binnen alle strafinrichtingen. En je weet, dat mensen die verplichten daartoe. Maar ik denk dus dat er weer een vervolg zal komen. En dat met dus ernstig de mensen die hebben aangegeven, heb ik het dan over de gedetineerden, die hebben aangegeven niet te willen, dat ze dan nu wel overtuigd zijn dat ze gevaccineerd moeten worden. Naast de uitbraak in Santo Boma is er gisteren een recordaantal van 649 personen positief getest op het COVID-19-virus. Nog nooit eerder zijn er zoveel mensen binnen één dag positief getest. 7 mensen verloren de strijd tegen het virus. Hiermee is het aantal doden in september gestegen naar 52. In Suriname zijn in totaal 773 personen overleden aan het COVID-19-virus.